Kom eens dichterbij. Nee, nog echt veel dichterbij. We moeten het hebben over virussen. Want zoals je merkt kan één virus de hele wereld platleggen. Maar hoe kan dat? En hoe werkt een virus eigenlijk? Lijkt een simpele vraag, is het niet. Een virus is klein. Echt heel klein. Tientallen tot honderden keren kleiner dan een bacterie. En we kennen virussen natuurlijk allemaal van de jaarlijkse verkoudheid. En ook HIV en de waterpokken zijn voorbeelden van virusinfecties. Je kunt er dus goed ziek van worden. En dat is best opvallend, helemaal als je bedenkt dat een virus op zich eigenlijk helemaal niet zo heel veel is. Het is niet eens een levend organisme. Het is eigenlijk maar een sliertje informatie dat rondzweeft met erop de tekst kopieer mij. En dat kopiëren, dat kan pas beginnen als het virus een cel in je lichaam binnendringt. Eigenlijk die cel kaapt en vervolgens die cel aan het werk zet om dat virus te kopiëren. Als je immuunsysteem het virus niet herkent, beginnen je eigen cellen dus slaafs die opdracht van het virus uit te voeren. Kopiëren dus. En dat kopiëren gaat net zo lang door totdat die cel zichzelf helemaal kapot heeft geproduceerd en uit elkaar valt. En daarbij komen er duizenden nieuw geproduceerde virusdeeltjes vrij die zich vervolgens weer in je lichaam aan nieuwe cellen klampen. En zo gaat het maar door. En hoe dat gaat bij het coronavirus, dat zie je heel goed op deze beelden. Dit zijn de eerste beelden ooit gemaakt van het coronavirus, gemaakt door Australische wetenschappers. En je ziet heel goed hoe het coronavirus zich vermenigvuldigt. Let op die zwarte puntjes. Je ziet bij het nieuwe coronavirus dat het vooral cellen in de longen kaapt en kapot maakt. Dit is een CT-scan van iemand die ernstig ziek is geworden. En alles wat geel is, dat zijn de dode cellen. De cellen dus waar het coronavirus in heeft huisgehouden en die daarna zijn afgestorven. Maar het is dus goed om je te beseffen dat een virus niets is zonder de cellen in jouw eigen lichaam om zichzelf te kunnen kopiëren en zichzelf verder te verspreiden. Herkent je lichaam het op tijd, dan worden er hulptroepen gestuurd, bouw je immuniteit op en herstel je uiteindelijk met een beetje geluk ook weer. Maar er is een probleem met het nieuwe coronavirus en dat is dat het zichzelf veel sneller kopieert dan andere virussen. Waarom dat is, wetenschappers weten het nog niet precies. Maar het zou te maken kunnen hebben met een gen, het ORF8-gen. Dat zat ook al in het oorspronkelijke SARS-virus uit 2003. Maar daar ontbrak eigenlijk een beetje informatie. Er ontbraken een paar letters waardoor dat gen zijn werk niet kon doen. Toen een Duitse wetenschapper 2 jaar geleden keek wat er gebeurt als je dat gen repareert, toen zag hij tot zijn stomme verbazing dat het gen zich opeens 20 keer sneller begon te kopiëren. En je ziet erbij al hangen, bij het nieuwe coronavirus is dat gen nog intact. Of het echt de verklaring is, dat weten we nog niet, maar het zou natuurlijk wel een logische verklaring kunnen zijn. Maar onthoud, een virus is dus geen levend organisme en kan dus alleen kwaad als het je lichaam weet binnen te dringen en je cellen weet te kapen. En hoe gevaarlijk een virus ook is, je kunt het heel simpel bestrijden door gewoon je handen te wassen. Zo makkelijk kan het zijn. Wil je nou meer van dit soort video's zien? Vergeet je dan vooral niet te abonneren op ons kanaal.